Dit is het verhaal van Casper en Felix. Casper is pianist Casper Schonewille uit Ubaksberg. En Felix is Felix Mendelssohn, ook pianist, maar nog veel meer. Hij was niet alleen een groot componist, pianist, dirigent, organist, violist, noem het maar op. Hij kon ook hartstikke goed tekenen en nam overal zijn schetsboekjes mee. Dus hij heeft heel veel reizen gemaakt, nam altijd zijn schetsboekje mee en alles wat hij zag, iedere dag weer tekenen, tekenen, tekenen. Casper begon pas op zijn 13e met pianospelen. Op het conservatorium van Düsseldorf ontdekte hij het verhaal van Felix, die een tijd in die stad woonde en werkte. En hier is het eigenlijk allemaal begonnen, mijn obsessie voor Mendelssohn. Toen kwam ik erachter dat Mendelssohn hier dus 2 jaar heeft gewoond en dat wist ik niet. Dat vond ik zo fantastisch dat ik me meteen heb verdiept in Mendelssohns leven en zo is dat dus eigenlijk allemaal begonnen. Geïnspireerd door Felix Mendelssohn nam Casper tekenlessen om in de voetsporen van de bijzondere carrière van Felix te treden. Kijk, als je hier nou naar die wolken kijkt, hè, die zijn er zo een beetje ingeplakt. Ik heb dus die orkestwerken die hij heeft gecomponeerd, die heb ik omgeschreven voor piano, dus die ga ik spelen. En dat probeer ik te bundelen samen met die tekeningen die hij heeft gemaakt, maar dat niet alleen. Ik heb zelf ook exact dezelfde reis gemaakt naar Schotland en heb dus al die plekjes waar hij is geweest, heb ik dus zelf ook een tekening gemaakt om echt nog dichter bij die componist te komen eigenlijk en precies te beleven en te zien wat hij heeft gezien. Hoor je dat, Wouter? Dat is echt perfect. Aan de tekeningen kan Casper thuis werken. De opnames van de muziek van Felix vinden plaats in het Concertgebouw in Amsterdam. Je carrière op je eigen manier vorm te geven, met de eigen ideeën die in jezelf opkomen en niet gewoon maar proberen wat iedereen doet. Hè? Want er zijn onnoemelijk veel pianisten in de wereld, ontzettend hoog niveau. Dus. Ja, vandaar dit project, dat is helemaal uit mezelf gekomen en weet je, dat lijkt me veel fijner om op die manier met muziek bezig te zijn om je eigen carrière zo vorm te geven. Repeteert goed? Ja, zeer goed. Zou je me eens eentje kunnen laten zien, om te kijken hoe dat uitziet? Zeker, ja. Kijk maar. Zie je? Dus de achtergrond is een middenkleur. Ja, ja. Ik zie dat mijn haar ook weer anders zit. Ja. En dus altijd weer afvragen hoe dat haar gaat zitten bij mij. Ja. Het zit nooit 2 dagen in hetzelfde. Het zit goed. Ik vind het hartstikke een beetje pianisten. Kapsel. Nou, heel mooi. Ik heb bij die 19e eeuwse componisten altijd het gevoel dat die zoveel vet in hun haar smeren dat het gewoon altijd hetzelfde zit. Oké. Okay. Maar als ik dat probeer, dan vind ik toch een smererij eigenlijk. Ja. Ook de lichtvlek hier, dat is mooi. Maak eens een proefje. Ja, Mendelssohn was een van de grootste genieën die ooit geleefd heeft. En zeker nog als tiener en als kind. Er wordt vaak gezegd van Mozart was het grootste wonderkind dat ooit geleefd is. Eigenlijk is dat helemaal niet waar. Eigenlijk zijn de muzikologen het ook over eens, was Mendelssohn nog een groter wonderkind. En dat komt omdat Mendelssohn al een grotere rijpheid had op jongere leeftijd. Hè. Bijvoorbeeld Mendelssohn schreef een van zijn allergrootste meesterwerken, het strijkoctet, schreef hij toen hij slechts 16 jaar oud was. Nou, dat heeft Mozart niet geschreven op 16 jaar. Natuurlijk ook hartstikke knap wat Mozart deed, en ongelooflijk, maar Mendelssohn had een grotere rijpheid. Bovendien was Mendelssohn in alles goed wat hij deed. Dus viool spelen, orgel spelen, kon heel goed zingen, later heel goed dirigeren. Eigenlijk alles wat hij deed, dat blonkt hij in uit. Als kind zeker, ja.
Hoe vaak zit jij hier? Nou, hier, in principe ben ik hier de hele dag. Als ik niet piano speel, dan zit ik daar achter mijn bureau te tekenen. Of dan ben ik iets op de computer aan het opzoeken. Ook al mijn literatuur staat hier. Dus ik doe hier ook mijn onderzoek. Dus in principe ben ik hier de hele dag. Ja, hoe groot is het hier? Het is ongeveer 20 vierkante meter. Het is eigenlijk een studentenkamertje. Gevuld met op dit moment 2 vleugels. De meeste tijd aan het tekenen. Je ziet hier wat tekeningen liggen en al mijn tekenmaterialen. 2 computers om onderzoek te doen. En hier staan ook meteen de belangrijkste boeken voor mijn project. Dat zijn alle Mendelssohn gerelateerde boeken. Dus dat zijn biografieën, maar ook wetenschappelijke boeken. Daar beneden staan nog wat tekenboeken. Hier staat ook nog een digitale piano. Die gebruik ik eigenlijk om de transcripties die ik zelf maak dus op de computer te zetten. Dus om daar echt bladmuziek van te maken. Dat is namelijk ook gewenst voor de opnames, hè, dat de geluidstechnicus ook een partij heeft. En hier staan eigenlijk mijn belangrijkste pianoboeken. Dus alle pianoliteratuur die ik heb. Dus belangrijkste pianostukken. En daar heb ik ook natuurlijk een hele rits aan boeken van Mendelssohn. Dat zijn deze. En die heb ik natuurlijk niet allemaal nodig, omdat ik niet de hele oeuvre van Mendelssohn ga opnemen. Is wel leuk om even te laten zien. En natuurlijk hoort dit er ook bij. Dus in principe is dit al het materiaal dat Mendelssohn heeft geschreven voor piano. Dat ligt nu hier. Waarom tekende Mendelssohn? Nou, hij heeft zich dat gewoon aangeleerd van kind af aan al. En eigenlijk was het ook onderdeel van zijn algehele ontwikkeling. En zijn vader vond het belangrijk dat hij zich op ieder vlak ontwikkelde. Dus niet alleen de muziek, hè, maar dus ook de kunst. En er moet gezegd worden dat hij meestal tekende wanneer hij op reis was. En Mendelssohn was vaak op reis. Hè. Hij is bijvoorbeeld meer dan 10 keer in zijn leven in Engeland geweest, reisde veel tussen Leipzig en Berlijn, heeft nog in Düsseldorf gewoond, is in Parijs geweest, Italië. Overal, dus waar hij meestal op vakantie ging, ging hij tekenen. Ja, daar haalde hij dus veel ontspanning uit, maar met name ook echt als herinnering. En wat je dus ook vaak ziet, is dat hij dus in brieven, een klein tekeningetje maakt, om zijn familie toch te kunnen laten zien van wat voor iets moois hij gezien heeft. Dan vindt hij het toch leuk om daar even een klein schetsje van te maken. We zijn dus nu op het Raadhuisplatz in Düsseldorf. We zien hier een brief van Mendelssohn. En bovenaan die brief heeft hij dus een kleine illustratie gemaakt. Dus een kleine pentekening. En op die tekening zien we heel duidelijk hier het raadhuis en het standbeeld van de keurvorst. En toen ik dit voor het eerst zag, was ik daar zo van onder de indruk dat ik eigenlijk meteen hierheen ben gerend. Om te kijken van ja, waar heeft hij gestaan, wat heeft hij gezien, wat heeft hij getekend. En dat heeft mij dus ook getriggerd om zelf ook te gaan tekenen. En zo is eigenlijk dat hele verhaal gaan rollen. Dat is dus eigenlijk op deze plek zo ontstaan. Nou ja, die muzikant hier, die zit daar eigenlijk precies voor het huis waar vroeger Mendelssohn heeft gewoond. Dat wil zeggen, dat is niet dit huis geweest, dat huis, oorspronkelijke huis, dat is gebombardeerd in de Wereldoorlog. Maar hier stond het huis, daar stond ook een mooie plaquette op de voorgevel van hier heeft Mendelssohn gewoond. Het was een van de 2 woningen waar hij heeft verbleven toen hij 2 jaar hier in Düsseldorf heeft gewoond. Er is niks meer van te zien, hè? Nee, heel jammer. Bijna de hele stad is gewoon gebombardeerd in de Tweede Wereldoorlog. Er is nog heel weinig wat echt nog herinnert aan die tijd van 200 jaar terug, helaas.
Maar die heeft hier gelopen dus? Die heeft hier gelopen, ja zeker. We lopen nu ook in de richting van het vroegere theater. Dus dit stukje weg, daar heeft Mendelssohn bijna dagelijks waarschijnlijk gelopen. Omdat hij altijd de orkesten moest dirigeren. Moest al repetities verzorgen en de concerten verzorgen. Dus dit was ja, zijn dagelijkse stekje. Ja. Ja, ik was zo gefascineerd door het feit dat deze componist tekende en aquarelleerde, dat deed hij ook, dat ik zelf meteen de drang voelde om hetzelfde te gaan doen. Dus van het een op het ander moment ben ik dus eigenlijk ook gaan tekenen. Dat is al ondertussen een paar jaar geleden dat ik ben begonnen. En ik ga dus die reis maken en ik ga precies op al die plekjes waar Mendelssohn een tekening heeft gemaakt, nou, die plekjes ga ik opzoeken. Daar ga ik bovendien ook mijn eigen versie van maken, zodat straks in dat boekje wat bij de cd komt, de mensen die dat reisverslag kunnen lezen en bovendien die tekeningen van Mendelssohn en van mij kunnen zien. Ik denk dat is hartstikke leuk dat je dus echt een kijkje terug in de tijd hebt en een kijkje van nu. Oh, zit dus, dan? Nee, oh, die moet gewoon even... Ja, je moet alleen de juiste. Oeh. Heb je daadwerkelijk al die plekken van zijn tekeningen teruggevonden? Ja. Ja, werkelijk ieder plekje viel terug te herleiden. Dit is Wales? Nee, dit is allemaal dit is nog dit steeds Schotland. Schotland. Dan zie je zo'n bruggetje. Dalia Beekje, een bruggetje. Fantastisch. Ja. Ja, te gek. Dus ja, deze tekeningen zullen ook in het boekje komen. Ja, prachtig. En dan dus in het boekje natuurlijk een uitleg over de werken. En dan heb je zeg maar zowel de tekening van Mendelssohn als ook ja, de huidige. Ik denk dat ik echt een beetje die reis ga beschrijven. En dan zeg van, oh, dit plekje, oké, precies. Daar heeft Mendelssohn deze tekening gemaakt. En dan inderdaad steeds dat je mijn tekening, mijn versie daarnaast ziet. We zoeken allemaal, als we zeg maar het beroepsleven instappen, hè, naar ook misschien iets wat iets minder een gebaand pad is. En het leuke is, dit is geen gebaand pad, want ik ken niemand anders die dit heeft gedaan. Even kijken. Hier is die. Wil je die eerste versie ook zien, die eerste schets? Ja. Die is leuk, ja. Hier is die. Kijk. We zien hier een klein bruggetje boven een kloof. Hieronder loopt een rivier. Dit is de schets die Mendelssohn ter plekke heeft gemaakt. Daar heeft hij aan het eind van zijn leven heeft hij daar dit van gemaakt. Ook hier zien we dat hij zich meer de tijd heeft genomen om alles mooi uit te werken. Nou, die plek heb ik dus ook opgezocht. Dat bruggetje staat er nog. We zien dat het bruggetje iets is veranderd. Die is iets hoger geworden. Maar in principe is alles nog heel herkenbaar. Zo zien we zelfs deze karakteristieke steen die hier in die kloof ertussen hangt. En zelfs die steen, die is gewoon, ja, die is onveranderd. Ik vind dat gewoon fascinerend om te zien. We zien hetzelfde riviertje nog. Ja, precies hetzelfde tafereeltje. Hier zien we ook weer een heel leuk tafereeltje. Dit is de tekening van Mendelssohn en dit is mijn tekening. Maar we zien hier dat zijn perspectief anders is. Hij zat hier eigenlijk recht voor die waterval waar ik hem van boven heb getekend. En Felix moet dus ergens hier die klif omlaag zijn geklommen om dit perspectief te kunnen krijgen. En ik heb dus hier echt urenlang gestaan op die plek en heb daar echt over zitten nadenken van hoe is hij daar naar beneden geklommen. Maar vond het uiteindelijk toch te gevaarlijk om dat zelf te doen. Dus ik heb maar een ander perspectief genomen. Maar ook hier zie je hoe herkenbaar die waterval nog steeds is.
heb er geen grote fantasie van gemaakt, zoals Liszt bijvoorbeeld wel met opera's deed. Weet je, dan gebruikt hij gewoon thema's en dan gaat hij daar zelf een fantasie over schrijven. Dit is wel, zeg maar, een 1-op-1 transcriptie voor piano. Maar je zou in zekere zin wel kunnen zeggen dat, wanneer je een transcriptie maakt, je toch, dat er toch een nieuw kunstwerk ontstaat. In ieder geval een andere versie. Dat er dus wel inderdaad een gedeelte Kasper bij zit. Maar ik heb gewoon geprobeerd om het zoveel mogelijk Mendelssohn te laten en niet gekke virtuose dingen bijvoorbeeld toe te voegen. Wat een Liszt bijvoorbeeld wel snel zou doen. Is het moeilijk? Het is sowieso moeilijk om een orkeststuk voor piano om te schrijven. Orkest bestaat gewoon uit heel veel instrumenten. En om dat allemaal in die piano te stoppen, dat is gewoon lastig. En eigenlijk een van de mooiste stukjes uit het stuk, maar ook tevens een van de moeilijkste om te schrijven, is een stukje waarin we eigenlijk een dialoog horen in de vorm van een canon tussen de strijkers en de blazers. Dus joh, het wisselt zich af, maar het loopt ook eigenlijk door. En dus eigenlijk zitten die strijkers die zitten hier. Maar die blazers die zitten hier. Dus eigenlijk heb je 3 of 4 handen nodig om dit goed te spelen. Dus ja, je moet toch een beetje creatief zijn. Dus er zijn wel wat oplossingen door je handen te kruisen. Maar het blijft een heel moeilijk stukje. Nou ja, zo gaat het dan. Ik heb het nu iets langzamer gespeeld. Dat is gewoon, het is gewoon een lastig stukje. Maar ja, soms moet je toch creatief zijn. Dit is een hele bekende scherzo uit de Schotse symfonie. Hartstikke leuk. Weet je, het probleem bij dit deel is dat je de hele tijd tremeloos hoort in het orkest. En het is echt ook typisch iets voor een viool om dat zo te spelen. En degene die het heeft bewerkt, ja, die vond dat ook. En wat je dan ziet als bijvoorbeeld een viool of als twee strijkers dit spelen. Ja, dat klinkt niet zo mooi op een piano. Hè? Dan maak je daar gewoon een pianistische beweging van. En zo maak je er toch dan een beetje echt een pianostuk van. Dat is dan eerder iets wat Mendelssohn zelf ook zou opschrijven in plaats van die repeterende noten. Mijn naam is Kasper Schoonewille. Ik ga vandaag opnames maken in de kleine zaal. Vleugel, die gaat nu acclimatiseren aan deze zaal. Morgen, hallo Ingo. Je bent al bezig, zie ik. Ja. Hard aan het stemmen. Hartstikke goed. Hoe lang ben je nog ongeveer bezig? Tot 1 uur of 10, hoop ik. Oké. Dit is een amazing man. Ja. Really perfect for piano music. Hoe voel je? Prima. Ik moest wat vroeger opstaan dan gebruikelijk, maar weet je, door de adrenaline dan maakt het eigenlijk allemaal niks meer uit. De focus is goed, denk ik. Hoe is het om hier te zijn? Ja, dat is altijd speciaal natuurlijk. Ik bedoel, als je realiseert wat voor beroemde mensen hier allemaal geweest zijn en gespeeld hebben, ook in die kleine zaal, dat is gewoon een extra speciaal gevoel.
En vandaar dat ik ook voor die zaal heb gekozen natuurlijk, omdat je gewoon op zo'n andere manier gaat spelen zodra je die zaal binnenkomt. Ja, tot dat denk ik toch wat extra's brengt, ja. Weet je al wat je als eerste gaat doen? Ja, ongeveer. Ik weet niet 100% zeker. Ik dacht zelf om misschien gewoon meteen met het meest ongemakkelijke te beginnen, omdat ik dat dan meteen als snelste achter de rug heb. Zou je die kopietjes naar Ingo willen brengen? Wat kan ik doen? Is die in de zaal? Die heeft die nodig. Ja, of hij zit achter al. Achter? Ja, waar die gaat luisteren, aan de achterkant van de zaal. Ja, het zijn 3 volle dagen. Dus ja, ik moet zeggen, voor mij is het natuurlijk ook de eerste keer dat ik zo serieus zo echt een opname ga maken. Maar in principe is het zo dat je inderdaad een stuk eerst doorspeelt en dan die geluidstechnicus die leest met die bladmuziek mee en die gaat overal aangeven waar ik een paar onregelmatigheden had of een paar foutjes. En in principe is het dan zo dat je steeds fragmenten weer opnieuw gaat spelen. Soms kan het bijvoorbeeld zijn dat je een hele passage van een minuut lang gewoon perfect speelt op één nootje na. En dan kan het gewoon zijn dat je bijvoorbeeld alleen die ene maat speelt, omdat gewoon... Het is een heel puzzelwerkje eigenlijk voor zo'n technicus om dan uiteindelijk zo'n hele mooie opname ervan te maken. Maar dat is hetgene wat men verwacht tegenwoordig van een cd-opname, dus ja. Je moet dus echt kijken hoe je zelf je carrière gaat vormgeven. Want er zijn gewoon ontzettend veel goede muzikanten en pianisten. Dus het komt niet vanzelf allemaal. Dus het heeft geen zin om als je klaar bent af te wachten in de hoop dat je een keer gevraagd wordt. Dus je moet, ja, het heft eigenlijk in eigen handen. Dus toen ik op het spoor kwam van dit unieke verhaal van Mendelssohn, had ik ook meteen eigenlijk het gevoel van ja, hier moet ik een grote project van gaan maken en hier moet ik mijn debuut-cd aan wijden. In plaats van dat ik echt probeer te forceren dat ik overal concerten ga geven, want dat is sowieso een hele moeilijke weg om te bewandelen. Ja. Het is al 10 uur. Maar eens kijken, ik denk dat ik dat glas meeneem. Ik denk dat ook veel beter aankomt bij een publiek. Weet je, het is hartstikke leuk als je als pianist overal in de theaters gaat spelen, maar ik denk dat de mensen jou ook veel beter leren kennen als je dit soort projecten doet die helemaal vanuit jouzelf tot stand zijn gekomen. Dit is hem dan. Natuurlijk moet er wel nog een harde kaf bij en de cd moet er nog achterin, maar ja, in principe komt het er allemaal zo uit te zien. En hoe voel je? Ja, super blij. Ja. Het is echt te gek dat het nu ook eindelijk
eraan zit te komen en dat het eindelijk ook fysiek wordt. Want het idee zit al zo lang in je hoofd. En het is gewoon hartstikke mooi dat je dan eindelijk het resultaat ziet.